Beetje kleur aan het debat. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, laat ik eens een keer positief beginnen. We hebben hem terug. Eindelijk. Die derde A, die hebben we toch maar mooi teruggehaald in New York. Als commissie van Financiën zijn we speciaal naar New York gevlogen. We hebben met Standard & Poor gesproken. En ik was een van de senioren in het gezelschap. Dus we hebben hem terug en dat is goed nieuws. Dankzij de commissie. Voorzitter, nu het slechte nieuws. Nu het slechte nieuws. Het kabinet staat namelijk stil en wacht op verkiezingen. Feitelijk zijn ze uitgeregeerd. En als we volgend jaar geen EU-voorzitter zouden zijn geweest, dan was dit kabinet allang gescheiden. Maar ze blijven nog even bij elkaar vanwege de kinderen uit Brussel. Dus het is nog even volhouden, mensen. En dat is jammer, want daardoor stagneert alles. Status quo is het devies. De economische groei stabiliseert op 2%. Dankzij de lage euro, de lage rente en de lage olieprijs. En ondanks dit kabinet. De werkloosheid blijft steken op 600.000 en het tekort blijft hangen rond de 2%. En de schuld rond de 67%. Voorzitter, dankzij de lage rente trekt de woningmarkt iets aan en dankzij de lage inflatie ook de consumptie. Nederland teert eindelijk niet meer in op zijn vermogen. Een schrikbarend bericht vorige week dat in de crisis meer dan de helft van ons vermogen is verdampt. We hadden in 2009 als gemiddeld huishouden nog 47.000 euro aan vermogen en we hebben nu 19.000 euro aan vermogen. Nederland is dus ingeteerd door de hoge lasten van dit kabinet. Het tekort komt dit jaar uit op 2,3%, maar nog steeds geeft dit kabinet 15 miljard meer uit dan dat er binnenkomt. Maar dat is natuurlijk ook niet zo gek. Als je 2 miljard spendeert aan asielzoekers, 8,5 miljard aan Brussel, 4,5 miljard naar Afrika gooit en 80 miljoen voor een paar schilderijen. Voorzitter, als je dat niet zou doen, zou het tekort in één klap zijn weggepoetst. Een kwestie van prioriteiten. Voorzitter, en dan het kabinet van banen, banen, banen. Het heeft geen antwoord op de aanhoudende hoge werkloosheid. En als gevolg van kabinetsbeleid gingen eerder duizenden banen verloren. En nu zitten ze met hun handen in het haar. Alleen al in de zorg verloren 65.000 mensen hun baan de afgelopen 2 jaar. En het gaat maar door. Alleen al de berichten van deze week. TSN staan 12.000 banen op de tocht. Bij Shell gaan 2800 banen verloren. Bovenop de eerder geschrapte 7.500 banen. En bij Rabobank 9.000 banen, een kwart gaat verloren bovenop de eerder geschrapte 10.000 banen. Waar is die banenmotor, vraag ik aan deze minister. Waar zijn die banen? Heeft deze minister überhaupt een plan of is het wachten op een scheiding? Voorzitter, en dan de asieltsunami. In 2015 was begroot dat we 750 miljoen zouden uitgeven aan asielzoekers. En inmiddels is dit opgeplust in 3 tranches naar 1,7 miljard. 1 miljard extra naar asielzoekers. En het kabinet staat erbij en kijkt ernaar hoe het land wordt overspoeld. De sociale en financiële implicaties op de langere termijn worden dan ook wijselijk verzwegen. Het kabinet sprak een jaar geleden nog over 40.000 asielzoekers voor dit en volgend jaar. En inmiddels zijn het er 3 keer zoveel geworden. 120.000 asielzoekers in 2 jaar tijd. Een record. Een stad zo groot als Maastricht krijgen we er in 1 klap bij. Een stad met mensen die onze cultuur niet kennen, onze taal niet spreken en die nooit meer teruggaan. Dit gaat de belastingbetaler meer dan 3 miljard kosten. Alleen al aan opvang. 450 euro per gezin. En dan heb ik het niet eens over de kosten van scholing, huisvesting, uitkeringen, toeslagen, de zorg, veiligheid. 10 miljoen extra voor de politie las ik vorige week. Wat gaat dit allemaal wel niet kosten? We mogen het niet weten. Kan de minister toezeggen om dit uit te werken wat het na de opvang, want dan gaat elke asielzoeker, zo gauw die statushouder is, gaat die in de reguliere begroting, lees ik. En dan wordt er niet meer gekeken wat kost een asielzoeker of een statushouder de Nederlandse overheid, de Nederlandse belastingbetaler. En naast de 120.000 asielzoekers voor dit en volgend jaar, lees ik gisteren,
profiteren ook nog eens 650.000 migranten uit andere lidstaten van onze welvaartsstaat, onze uitkeringen, onze kinderbijslag. 650.000 migranten uit andere lidstaten, terwijl 600.000 mensen in Nederland zonder werk zitten. 40% van die migranten uit andere EU-lidstaten heeft dan ook geen werk. En 53.000 mensen krijgen een uitkering. 53.000 mensen, waaronder veel Polen, Bulgaren, Roemenen, krijgen een uitkering van de Nederlandse staat. Dat is een miljard. Weer een miljard. Lang leven Europa. Voorzitter, deze invasie betekent het einde van onze welvaartsstaat, konden we gisteren horen uit de mond van Harry Verbon. En het kabinet doet niets en kijkt hoe onze welvaartsstaat wordt afgebroken. Sterker nog, het sloopt zelf enthousiast mee. En als klap op de vuurpijl durft de DNB met droge ogen te beweren dat deze influx goed is voor onze economie. Kan de minister dit nog eens uitleggen? Want ik kan het de mensen niet uitleggen. Voorzitter, dan Europa. Zoals in elke begroting vliegen er ook in deze najaarsnota weer miljoenen extra naar Brussel. Eind vorig jaar betaalde deze minister al een naheffing van 1,1 miljard. Maar ook dit jaar mogen we een naheffing van 0,5 miljard betalen vanwege een herberekening. En ook, zoals gewoonlijk, een terugbetaling waar we recht op hebben, wordt naar achteren geschoven. Waardoor we weer een kwart dit jaar mislopen. En we mogen nog 100 miljoen extra betalen aan invoerrechten. Al met al zijn we weer een klein miljardje lichter dit jaar aan Brussel, bovenop de 7,5 miljard die we eerder hebben overgemaakt. En inmiddels loopt de rekening van terugbetalingen maar op. Hoeveel moeten we nu nog terugkrijgen van Brussel aan kortingen, aan restituties? En waarom wordt het niet verrekend met onze afdracht? De korting van 1 miljard zitten we al 2 jaar op te wachten en volgend jaar krijgen we misschien weer niet. Deze minister staat een dikke, vette miljarden meevaller te wachten uit Brussel. Nou ja, meevaller, iets minder afdragen, noem ik geen meevaller. Voorzitter, tot slot nog even over de ECB. ECB heeft vorige week besloten het stimuleringsprogramma met 6 maanden te verlengen. Er wordt geen 1140, maar 1500 miljard bijgedrukt. Ook werd bekend dat de nationale centrale banken inmiddels 720 miljard aan staatsobligaties hebben opgekocht om de rente te drukken. We praten dus over biljoenen die in de eurozone worden gepompt met maar één doel, om de inflatie aan te wakkeren. Maar we zien allemaal, dit medicijn werkt niet. De inflatie gaat niet omhoog door het pompen van miljarden in de economie. En toch verhoogt de ECB haar dosis van een medicijn dat niet werkt. Voorzitter, op de vraag waar eindigt dit, antwoordde Draghi vorige week: there are no limits. Dit is een levensgevaarlijke man en de ECB gaat straks door tot alle schuld van alle eurolanden op de balans staat van de ECB. Voorzitter, wie stopt deze man en gaat misschien de voorzitter van de eurogroep daarvoor zorgen? Ijdele hoop. Dank u wel. Dank u wel. Dan mag ik het woord geven aan de heer Koolmees namens de fractie van D66.